In Eindhoven is de regeling van het verkeer, vooral op de spitsuren, wanneer de duizenden arbeiders van de grote bedrijven zich op weg naar huis begeven, een moeilijk karwei. In de laatste tijd had de Eindhovense politie nogal wat te verduren van mopperaars die dachten dat ze het allemaal veel beter en veel sneller konden. De burgemeester en de hoofdcommissaris gaven dan ook graag aan 20 burgers op hun verzoek de gelegenheid een soort van praktijkexamen af te leggen dat deze dagen plaatsvond. De heer Numan, een der directeuren van Philips, werd op het beruchte verkeerspunt bij de Woenselse Overweg gezet en kreeg direct de kans om nu eens even te laten zien dat het eigenlijk maar heel simpel is. Om opvoedkundige redenen was dit examen openbaar en het werk van de heer Numan was gewoon een openbaring. Zo stonden er op hetzelfde uur op vele andere drukke punten in de stad nieuwe verkeersleiders die gewoon niet van ophouden wisten, al werd het verkeer nu en dan wel opgehouden. Na een uur zwaaien en zwoegen hadden de meeste namaakagenten het nodige gezag bij het publiek verworven. Dat volgde dan ook stipt hun aanwijzingen op. Alle kandidaten slaagden erin het verkeer praktisch vast te zetten. En de Eindhovense verkeerspolitie had alle reden om eens fijntjes te lachen.